Ja, volgens mij onterechte corner die we tegenkrijgen. Wordt via die spits gaat hij door over de achterlijn. En in de kluts, volgens mij in de tweede bal, komt hij voor. En in de kluts schiet hij hem onder me door. Ja, kloten. Ja, zonde. Ontzettend zonde. Ontzettend onverwacht ook. Want jullie leken de wedstrijd in handen te hebben. Zeker. Dit mag je eigenlijk niet meer. Zonde dat je het weer uit handen geeft. Maar... Sorry, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja, hoe dicht waren jullie bij een stunt? Hoe dicht waren jullie bij de finale van de play-offs? Ja, ik denk heel dicht. We hebben genoeg kansen weer gekregen, net als afgelopen donderdag. Ik denk dat we gewoon echt trots op onszelf mogen zijn dat wat we hier weer hebben neergezet. En dat we wel echt gevaarlijk kunnen zijn, inderdaad. Wat voor sfeer was er net in de kleedkamer? Balen, echt ontzettend balen. Ja, schelden nog net niet, ja... Er wordt natuurlijk wel gescholden, maar ja, iedereen is gewoon zo teleurgesteld. Je verwacht meer. Ja, we hadden hoop, we dachten dat we hier echt konden stunten, maar helaas zonder dat het dan niet doorgaat. Ja, je zou kunnen zeggen als nummer 13 van de Jupiler League zo onderuit gaan tegen een Eredivisie club, dan ga je echt strijdend ten onder. Maar dat is misschien voor de komende dagen, maar nu nog niet. Nee, zeker niet. Ik denk, we waren gewoon beter. Ik vond onszelf veel beter qua kansen en voetballend. Ja, dan krijg je dan de rode kaarten. Dan moet hij met Timo verder. Dan zie je dat we gewoon een grip op de wedstrijd hebben. Ja, en dat is zo'n ontzettend balen dat hij in de laatste minuut in de goal vliegt. Ja, nu heb ik jullie twee wedstrijden tegen Roda zien spelen. Anderhalve wedstrijd daarvan waren jullie de betere ploeg, maar wel uitgeschakeld. Zo is het spelletje helaas. Ja, als je geluk, we hadden net geluk. En dan gaat hij er nog helaas in. En dan is het helaas zonde. Ja. Een wedstrijd om niet snel te vergeten? Nee, helemaal niet. Nee. Tuurlijk, we mogen echt trots op onszelf zijn. En nu is het jammer. Maar ik denk dat we nou voor een paar dagen wel mooi terug kunnen kijken op een mooie wedstrijd.